Hoi, ik ben Paul van de Wegenwacht. Condens op de voorruit. Dit kan je zicht enorm belemmeren. En bovendien mag je zo natuurlijk niet gaan rijden. Laten we eens kijken hoe we dat kunnen verhelpen. We gaan de auto aanzetten en direct zetten we de blower op de voorruit en de airco er daarbij aan. En het liefst ook nog de verwarming op rood. Lekker warm. Airco aan, verwarming voluit aan, blower voluit aan, op de voorruit. Het helpt natuurlijk wel als de voorruit schoon is. Gebruik daarvoor een doek of nog beter een zeem. Ook handig, auto-ontvochtigers. Dat zijn van die zakjes met rijst of andere soort korrels, absorptiekorrels, die vocht onttrekken uit de auto. Leg die bijvoorbeeld neer op je dashboard. Ook als je niet in de auto rijdt. Let ook op die blaadjes die boven de paravaan liggen, want die belemmeren namelijk de luchttoevoer naar de kachel toe. Waardoor je meer kans hebt op vochtproblemen in de auto. Die paravaan loopt door onder de motorkap, dus check ook op blaadjes onder de motorkap. We gaan over tot het controleren van de ruitenwisselbladen. Bij deze auto zijn de ruitenwisselbladen goed bereikbaar, maar bij sommige auto's zitten de ruitenwissers, de ruitenwisselarmen, onder de motorkap. Daarvoor moet de ruitenwisser in de servicestand worden gezet. Raadpleeg daarvoor je instructieboekje. Je trekt de ruitenwisselarm omhoog, je controleert de rubbers, of deze vastzitten of ze heel zijn. Dit wisselblad ziet er goed uit. Het rubber zit vast, het is mooi schoon, dus die zal goed werken. Deze daarentegen, je kan het wel zien, een beetje roestig, maar is versleten. De zeem is losgeraakt van het blad. We gaan de ruitsproeiervloeistof controleren. Vaak te herkennen aan de voorruit met het sproeitje erboven. Er is een zomervariant, maar nu gebruiken we natuurlijk de wintervariant. Hier zit namelijk antivries in. Vergeet na afloop natuurlijk niet de dop weer dicht te doen. Heb je nou na deze tips nog steeds geen helder zicht? Neem gerust contact met ons op.